Wat ga jij aankomende week doen met de hittegolf? Met de hittegolf? Ja. Welke hittegolf? Ja, ik ga denk ik gewoon slapen. Ik ga op vakantie. Waar naartoe? Zuid-Frankrijk, doei. Heb je misschien nog tips voor de mensen die niet zo van hitte houden? Naar IJsland verhuizen. Oh. Enigma popstar is fun. You ever call for fashion? Aankomende week wordt er een hittegolf verwacht in Nederland. De hele week krijgen we te maken met temperaturen van 30 graden. Maar hoe kun je hier nou het beste mee omgaan? Vandaag gaan we op zoek naar de do's en don'ts bij tropische temperaturen. Hebben jullie misschien een beetje zin in de hittegolf voor aankomende week? Nee. Hebben we een hittegolf? Komt er een hittegolf? Ja, we krijgen een hittegolf. Met 30 graden. Oh, lekker. Ja, laat maar komen. Ja, dan kan je lekker chillen buiten en zo. Hebben jullie een beetje zin in de hittegolf aankomende week? Nee. Nee, ook. Vreselijk, gaat dit soort dingen. Ja. Nou ja, ik heb wel zin om gewoon even op het strand te liggen ergens. Of gewoon in heel Nederland lekker weer. Ja, in heel Nederland lekker weer inderdaad. Mag ik jullie iets vragen? Oh. Wat gaan jullie komende week doen met de hittegolf? Weet ik niet. Zwemmen. Zwemmen. Wat ga jij komende week doen met de hittegolf? Ja, slapen. Geen activiteit of zo? Nee. Niet even naar buiten? Nee, dat is veel te warm dan. Komt er een hittegolf? Ja, er komt een hittegolf. Heb je al van maatregelen getroffen? Oh, kut, nee. Maatregelen? Nee, Jezus, klinkt wel heel heftig. Ja, misschien een zwembadje opzetten of zo. Oh. Ja, ik ga zwemmen. Gewoon naar de Beeldonk, gewoon op het strand en... Lekker zwemmen met vrienden. Ja. Ja, strand. Ja, er is hier Waalstrandje. Nevengul. Kun je lekker liggen, dus ik denk dat ik daar maar ga doen. Ben de tuin geniet van de zon? Ja, ik ga denk ik gewoon slapen. Gewoon een beetje bijkomen van school. Heb je vakantie? Ja. Op vakantie? Oh, waar naartoe? Zuid-Frankrijk, doei. Geen commentaar verder? Nee. Oh, naar Scheveningen? Ja, misschien wel. Oh, wat ga je daar doen? Ja, gewoon lekker relaxen langs het strand en zo. Wat vind je er zo lekker aan? Ik ben er dan gewoon iedereen buiten en dan ben je ook gewoon in die sfeer van lekker buiten spelen en zo. Maar jij houdt er denk ik niet zo van. Nee, jawel. Gewoon meer van wenten. Hou jij er wel van? Ja, tuurlijk. Houdt hij er wel van? Ja, hij gooit altijd ijsblokken over zijn hoofd heen. Echt? Licht, licht. Maar dat heeft hij te zeggen, want hij schaamt zich. Oh ja, dat snap ik wel. Wat is jouw ideale temperatuur? Geen idee, maar ja, we zijn Nederlanders, dus zeg maar, als het te koud is, dan zeiken we. En als het te warm is, dan zeiken we ook. En als het regent en als de zon schijnt natuurlijk. Mag je altijd zeiken als Nederlander. Oh, ja. Dat denk ik eigenlijk wel een beetje, vind ik ook wel leuk om te doen. Waar zeik jij meestal over? Oeh, ik wil eigenlijk zeggen mijn vriendin, maar dat mag ik niet zeggen. Hè? Ja, ik vind 25 graden genoeg. 26 graden of zo. Ja, bij mij ook zoiets. Ja, 22. Ik zou zeggen 18 graden, 20. Niet te warm, niet te koud. Heb je misschien nog tips voor mensen die niet zo van warm weer houden? Nee. Ja, gewoon in je huis blijven of zo. En natuurlijk je ijsje opeten, want die smelt bij. Ja, en ja, nou, gewoon ijsjes eten. Gewoon ergens zitten waar het lekker koel is. In de schaduw bijvoorbeeld. Ja. Gewoon airco'tje aan binnen zetten. Ja, ga water drinken. Nee, ik ga gewoon buiten lopen. Ja. Ja, precies. Gewoon lekker genieten, hè? Ja, dat klopt. Ja. Blijf binnen. Koel je af. Zoek schade of gewoon zwemmen. Of eet een ijsje. Ja, blijf vooral binnen. En ja, dat is het grootste tip. Gewoon goed binnen blijven en veel water drinken. Ja. Heb je tips voor mensen die niet zo van hitte houden? Nee. Naar IJsland verhuizen. Oké, nou, dankjewel.